Tilburg is bij uitstek de studentenstad van Nederland. Veel studenten blijven ook na hun studie hier wonen en werken. Een van deze ex-studenten is Jan Maarten Takke. Hij is aanvoerder van het hockeyteam van HC Tilburg. En met hem heb ik vandaag een gesprek over onder andere zijn studententijd. Welkom. Hoi. Hey, Yvonne. Jan Maarten. Hoi. Leuk dat je bent. Jij hebt in Tilburg gestudeerd. Kun je me daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Ik heb in Tilburg technisch bedrijfskunde HBO gestudeerd aan de Avans. Dat kon ik in 3 jaar doen vanwege mijn VWO-verleden. Kijk. En daarna ben ik een pre-master en master organization studies gaan doen. En die heb ik vorig jaar afgerond. Hoe heb jij je sport kunnen combineren met je studie? Het is vooral een kwestie van plannen. Je weet wanneer er belangrijke wedstrijden komen, wanneer je training hebt. En je weet wanneer die belangrijke tentamens of deadlines eraan komen. En dan is het plannen. De ene keer iets meer tijd aan de hockey besteden, en de andere keer iets meer tijd aan de studie. En dat ging goed? Dat ging in het begin moeizaam, okay. De eerste jaren. En naarmate ik er langer mee bezig was, ging het beter en uiteindelijk goed. Want toen leer je daarmee omgaan. Die eerste jaren in het studentenleven, dan zijn ook nog andere dingen ook leuk. Zat op kamers, ging wel eens op stap. Dus het was af en toe wel moeilijk om te bepalen wat je nou het belangrijkste vond en de tijd aan wilde besteden. En dat paste er wel bij, nog het studentenleven naast het sport en de studie? Het kan wel, maar het wordt wel heel veel. En moeilijk om dan voor het juiste te kiezen. Waarom ben je gaan studeren in Tilburg? Ik ben in Tilburg opgegroeid. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem, maar ben heel vroeg al naar Tilburg verhuisd. Ik heb hier in de jeugd bij Tilburg ook gehockeyd. En kreeg toen ik van de middelbare school afging de kans om bij het eerste een plek te veroveren. En die hoofdklasse speelde op dat moment, de hoogste competitie van Nederland. En ja, hier heb je een universiteit, HBO, gelegenheden waar prima studies zijn. Dus was mooi te combineren. Veel studenten blijven na hun studie in Tilburg wonen of werken. Heb jij een idee hoe dat kan? Ik ben zelf in Tilburg blijven wonen. Mm-hmm. Ik denk dat je tijdens studententijd vriendschappen opbouwt. Waarbij je na je studententijd wil je vrienden ook nog zien. En die zitten vaak in Tilburg. De stad zelf is denk ik actief bezig om verschillende evenementen in de stad om Tilburg aantrekkelijk te maken. Waardoor het gewoon een leuke, levendige stad is. Dus de stad zelf en de vrienden dat... Dat laat mensen hier houden. Ik denk dat dat belangrijke aspecten zijn, ja. Want mensen verliefd worden op de stad. Zou dat ook kunnen? Verliefd worden is misschien een beetje groot woord. En je komt hier vandaan. Ik kom niet voor het uiterlijk dan van de stad, maar okay. De inhoud van de stad. De inhoud, daar maar op wat houden. Het te bieden heeft. Juist. Heb je nog tips voor de aankomende studenten? Plannen. Plannen wat je naast je studie ook gaat doen. Zorg dat je plant. Je hebt genoeg tijd om andere leuke dingen te doen. Zoals sport, maar dat kan ook 3 keer in de week op stap zijn. Als je maar plant, weet wanneer je moet pieken op je studie. En dan is er genoeg tijd en ruimte om andere leuke dingen te doen. Ja, en ook discipline dan? Dat hoort er dan bij. Als je een planning maakt, dan zul je er ook aan moeten houden. Ja, precies. Oké, super. Ik wil heel erg bedanken voor je tijd. Graag gedaan. Dit was alweer de laatste aflevering. Ik wil jullie ook heel erg bedanken en tot volgend jaar.